Nou, zoals je kan zien is dit de buttonbakkerij. Een beetje een close-up. Nou, korte demonstratie hoe het ding werkt. Er zit vast met van die scharnierdingen. Die flip je gewoon los. En aan de andere kant zitten ze ook. Nou, die verrubbel je dan een beetje opzij. En dan kan je het aftillen. Waar je even moet opletten is als je hem neerzet, die dingen die bungelen er een beetje onderaan. Dus je kan hem niet echt lekker op de grond neerzetten. Dus dan moet je hem dan een beetje voorzichtig doen. Dus dan haal je de schiniertjes een beetje weg. En dan staat hij wel goed. Er zit een laadje in, waar de butters in zitten. Ik ga het allemaal uithalen, hier zitten wat butters in. Nou, dit is het apparaat waarmee je de papiertjes snijdt. Eigenlijk heel simpel. Je moet alleen even een dun strip papier erdoorheen doen. En dan kan je ermee knippen. Vrij eenvoudig. Als een grote perforator. Niet te veel papiertjes in één keer. Of eigenlijk maar eentje tegelijk. Dan knipt het mooist. Als je dat doet, dan krijg je van dit soort papiertjes. Nou, heel leuk. Wat heb je nodig om de buttermachine te gebruiken? Nou, een achterkantje waar het speeltje in zit. Zo ziet het eruit. Een plastic papiertje. Heel moeilijk te zien. Ter bescherming van de button. Nou, het papiertje zelf natuurlijk, wat je uitgeknipt hebt. En een bovenkantje. Of eigenlijk, de binnenkant. Maar goed. Voor de buttonvorm. Nou, apparaat is aanzienlijk vrij simpel. Je kan dit openklappen, waardoor die los schiet. Kids vinden dit een heel interessant apparaat. En het is lomp metaal en eigenlijk heel link dus. Want je kan je vinger ertussen krijgen en allemaal van dat soort ellende. Dus niet onbeheerd achterlaten, is het devies. Oké, nou, het apparaat is eigenlijk heel simpel. Je hebt hier nummer 1. Nou, nummer 1 doe je de deksel van het ding. En belangrijk is dat je even checkt dat het echt één plaatje is. Want 2, dat trekt de buttermachine niet. Nou, bollekant boven. Dus de bollekant boven leg je hierop. En dan het papiertje wat je nodig hebt. Dus waar je de butter van gaat maken. Leg je daar weer bovenop. Gaat allemaal in één. Dan het moeilijk zichtbare folietje. Leg je er ook bovenop. Allemaal nummer 1. Nou. Dan kan je hem draaien. Kan maar één kant op. En die duw je hieronder. Deze gaat aan de andere kant. Belangrijk, het speltje. Dus waar je mee vast kan maken. Ik hoop dat je allemaal zichtbaar is. Hè? Die moet aan de binnenzijde. Dus naar beneden. Dus die leggen we zo erin. Dan is je berg helemaal klaar voor de buttermakerij. Het enige wat je hoeft te doen is deze aan te trekken. Dan gaat deze naar beneden. En hup, aangedrukt. Nou, dat is hem. Trek je hem omhoog. Dan is de butter verdwenen. Die hangt in het apparaat. Nu zit het speldhoudertje zit in 2. Nou, dan trek je hem eraan. Druk je aan. En nu draait hij weer terug. En we hebben een button.